Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Nederland en uit die bewolking valt gestaag regen. Op sommige plaatsen is de afgelopen 24 uur al meer dan 30 mm gevallen en er komt nog behoorlijk wat bij. Vanochtend temperaturen van maximaal 13 graden, later vanmiddag dan lokaal eens een keer een 15 graden tussen zitten. Maar dan houdt het ook wel op. Verder valt er nog steeds regelmatig regen. In het westen wordt het geleidelijk wat droger. En de wind begint dan voorzichtig ook iets af te nemen. Vanavond nog in het oosten wat regen. In het westen wordt het echt wel duidelijk droger. Temperaturen van 12 tot 14 graden. En dan gaan we naar morgen. En dan zien we overdag temperaturen die zo rond de 15 graden uitkomen. In het binnenland kan nog een enkele bui vallen. Er is vrij veel bewolking. Hier en daar een klein beetje zon. En de kans erop is het grootst in het westen en zuidwesten van het land. De dagen die volgen loopt de temperatuur op. Woensdag 17 tot lokaal misschien al 20 graden met nog een enkele bui. Donderdag is het 20 plus net als vrijdag en vooral vrijdag zien we de kans op een regen of onweersbui duidelijk toenemen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.